Nou, het is echt voor mij een hele bijzondere dag. Als je natuurlijk een beetje om je heen kijkt, dan zie je natuurlijk alle lachende kinderen, die lachende gezichten. En daar doen we het natuurlijk allemaal voor. Het is echt fantastisch dat wij dit voor die kinderen kunnen organiseren. Afgelopen vrijdag zijn we met de vrouwen in de Eredivisie uitgekomen, zaterdag met de mannen. En vandaag met ons G-team in de bijzondere Eredivisie. Ja, en dat is gewoon allemaal een wezenlijk onderdeel van ons bestaansrecht. En dat omarmen we met een hele grote glimlach en een hele grote smaal, zoals we hier ook in het stadion verder ervaren. Hoe is het voor jullie om hier op het veld van Excelsior te mogen spelen? Ja, zo gaaf eigenlijk. Vorige keer bij Reveentje waren we op het jeugdtrainingscomplex, maar het is wel leuk om nu echt stadion te spelen. En hoe is dat voor jou? Nou, het is in ieder geval is het wel een droom dat je in het echt stadion mag trainen en voetballen. Ik vond het heel fijn, want heel veel mensen van mij, heel veel mensen van school en heel veel collega's van mijn vader en al die mensen die voor ons juichen en onze coach, ik ben echt blij mee. Ik durfde eerst geen eens eigenlijk een stadion binnen te komen. Ze kwamen om ze heen te kijken van zo, waar zijn wij nu beland? En eigenlijk dat ze nu hier komen te spelen in hun eigen stadion. Ja, dat is fantastisch om te zien voor die kinderen. Het is echt misschien wel het mooiste dat ze ooit hebben meegemaakt. Ja, dit gaan ze over heel hun leven lang gaan ze dit niet meer vergeten. Echt niet. Wat doet het u persoonlijk, zo'n toernooi met zo'n competitie, beter gezegd, met allemaal G-voetballers die hier met een glimlach op dit veld staan te voetballen? Nou, precies zo'n glimlach die tevoorschijn komt, ja, dat is onbetaalbaar. Dus daarom vind ik het belangrijk dat iedereen mee moet kunnen doen met sporten. En Excelsior biedt hier de gelegenheid voor. En het is natuurlijk fantastisch om dit zo te zien. De jongens en de meisjes die komen hier. Die krijgen allemaal officieel contract, tekenmoment. Spelen en trainen in dezelfde tenuutjes als ons eerste elftal. Iedereen komt hier. Je ziet het vandaag. Je komt aanrijden bij het stadion. En de bus van VVV, van ADO, van Cambuur. Normaal gesproken staat er één bus. Maar allemaal met de officiële bus. Ja, en je ziet gewoon dat dit iets is wat voor deze mensen een fantastische impact heeft. Ze leven hier naartoe. Ze vinden het helemaal zenuwachtig en helemaal spannend. Ja, als je daar niks aan wil doen als club, dan heb je het volgens mij niet begrepen. De wedstrijd geloof ik verloren van FC Emmen. Wat zijn de verbeterpunten? Helaas, ja. We hebben wel heel veel verbeterpunten, maar dat ga ik niet allemaal nu opnoemen. Maar ik denk gewoon dat we gewoon proberen elke wedstrijd sowieso een goal te maken. Dat is onze doelstelling voor vandaag. En gewoon plezier hebben. Wat is jullie hoofddoel voor deze competitie? Om kampioen te worden. Zo hoor ik het graag. En ook een beetje plezier maken, toch? Ja. Nou, winnen is voor mij niet belangrijk. Gewoon als je lekker balletje kan trappen. En gewoon veel plezier hebben. De 16-jarige Tarik en de 17-jarige Fedewa zijn twee stralende middelpunten op deze bijzondere voetbaldag. Zij kregen kort geleden hun eerste contract bij de Excelsior Foundation, de maatschappelijke tak van de voetbalclub. Allebei bloeiden ze helemaal op in Kralingen. Dit is mijn eerste jaar met echt Excelsior contract. Een paar jaar terug begon ik als jongen zonder zelfvertrouwen, kwam ik hier binnen. En was ik eigenlijk met een ander project, Playing for Success, voor kinderen die moeite hebben met iets en daar helpen ze je eigenlijk mee. En toen ging het zo verder en toen ging ik toernooitjes organiseren en toen zag ik ook mijn zelfvertrouwen kwam beter en beter gewoon. Ze doen gigantisch mooie dingen. We hebben twee voorbeelden binnen kunnen horen waarbij je ziet dat het geven van kansen aan kinderen in de stad dat heel veel zelfvertrouwen geeft. Nou, en als je dat als foundation kan doen, ja, dat is gewoon fantastisch. En goed, dat is ook ontroerend om de verhalen te horen. Ja, waar komt die emotie dan bij u persoonlijk zo vandaan? Ik vond het echt prachtig om bij u te zien. Die ligt wel diep, zou ik maar zeggen. Dus je zegt het en je merkt dat die emoties weer opkomen. Dus hij ligt diep. Ik werd altijd dom genoemd, omdat ik op een praktijkschool zat en Excelsior, ik kwam hier binnen bij Excelsior, wat ik zeg altijd, het zijn gewoon familieleden eigenlijk geworden. En hun zeiden altijd van, je bent niet dom, je bent hier om te groeien. En ik ben hier enorm gegroeid en ik wil ze enorm ook echt bedanken. Gewoon iedereen van Excelsior. Laat me zeggen, deze club is zeg maar voor ons de Liverpool van Nederland. Excelsior, dit is echt een familieclub. Hier zijn we allemaal warm met elkaar. Iedereen kent elkaar, iedereen
is met elkaar. Niemand heeft de kant of zo. Iedereen is hier met elkaar. Het is gewoon één warme club. En daar zijn wij echt trots op.